En dan gaan we zo even douchen en kijken of ik me dan beter voel. En kijk, ik heb iets gemaakt. Ja, je hebt wel echt iets heel leuks gemaakt. En nu zijn we hier. Goedemorgen. Het is donderdag. En ja, ik voel me nog steeds niet op een topfit. Maar het gaat beter dan gisteravond. Maar ik werd vannacht zoveel wakker. Ik kon gewoon niet slapen. Het was echt niet leuk meer. Ik heb echt eerst zo lang wakker gelegen. En toen ik eenmaal in slaap viel, was het echt slaapwakker. Echt niet fijn. Maar goed, ik ben eruit. En ik ga nu eerst even wat drinken. Ik heb echt dorst, want het is al te heet. En dan gaan we zo even douchen en kijken of ik me dan beter voel. Ik heb gedoucht en ik voel me wel even ietsjes beter. Ik heb ook even wat ingenomen. Maar ik weet nog steeds niet of het nou gewoon van echt vermoeidheid is. Of dat ik ben aangestoken. Ja. Nou kan het nog van alles zijn, dus ik heb geen idee. Kijk, ik heb iets gemaakt. Ja, je hebt wel echt iets heel leuks gemaakt. Ja, ik zal het laten zien. Sarah heeft dus poppetjes gemaakt. 3. Dat is Mila, dat is Georgia en dat is Sarah. En dan heeft ze allemaal kleertjes. Dit is een tas en dan een rok en een top. Allemaal in verschillende maten. En dat heeft ze in deze bak. Hier is ook nog een jurk en een jurk. En deze top. En dit is weer een rok en een korte broek. Echt superleuk. En dan kan je dus daar poppetjes mee aankleden. Ja, en ik en heb dit ook is bijvoorbeeld deze met deze. Als je dat aanlegt, is het een soort bodywarmer of vestje, zeg maar. Echt super grappig. Ah, kijk hoe lief. Ik word goed verzorgd door mijn kindje. Ik heb goed voor mama gezorgd. Ze ligt lekker bij me. Trouwens, goedemorgen allemaal. Net was ik bij Sarah in slaap gevallen. En toen ik wakker werd, gingen we eigenlijk gelijk eten. Daarna is Sarah naar bed gegaan. En nu zijn we hier. Ik voel me nog steeds niet op en top. Dus ik ga weer lekker een hele avond niks doen. TV kijken. En dat zeg ik met alle sarcasme die in me zit. Want ik hou er niet van om niks te doen. Maar goed, soms geeft het leven je weinig keuze. En dat is op dit moment. Tja, ik deed net even wat in mijn mond, maar dat schoot verkeerd. Oh, ik hoop echt zo erg dat dit morgen beter is. Echt, met elke vezel in mijn lichaam. Ik word er helemaal gek hiervan. Ik moet zeggen dat mijn eetlust zo minimaal is momenteel. En dat is echt heel zelden zo. Want avondeten had ik ook maar een paar hap op. Maar ik ga wel proberen een beetje aan mijn vitamine te werken. Dus dan maar even een appeltje. Die moet ik gewoon opeten van mezelf. Maar ik kom echt niet verder dan de rijstwafels die Sarah voor me heeft gemaakt. Ze had ook vanochtend, maar dat heb ik volgens mij niet gefilmd. Had ze een mandarijntje en een peer klaargemaakt voor ons. Maar dat ze zelf de helft van gegeten. Dus ik had een paar hapjes peer en een halve mandarijn. En dan een paar happen avondeten. En dan nu maar een appeltje. Dat is denk ik de grootste maaltijd die ik dan vandaag op heb. Maar in ieder geval vitamintjes. Ik ga maar proberen naar bed te gaan. Maar hopen dat ik nu wel slaap. Afgelopen nacht kon ik natuurlijk ook niet in slaap komen. En ik heb heel even geslapen op de bank vanmiddag. Maar ja, verder kon ik ook vanavond hier niet in slaap komen. En ik ga echt met zo'n tegenzin dan naar bed. Want ja, dan weet je ergens al dat de kans heel groot is dat deze nacht hetzelfde gaat zijn als de vorige nacht. Maar goed, ik ga het toch proberen. Ja, ik hoop dat het enigszins nog een boeiende vlog was. Maar ja, het is wat het is. Ik wil de vlog nog wel even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!